Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag weer verder met Uncharted. In de vorige aflevering had ik beloofd dat er morgen weer een nieuwe was, dus vandaag is er weer een nieuwe. En ik faal met deze sprong, want ik weet geen ik heb geen zak idee waar ik heen moet. Oh hey, kijk, nailed it. Oh, wat? Hè? But. Oh! Ah, we moesten gewoon naar boven. Ah, silly guys. Ik val af en toe echt met deze verschrikkelijke puzzels. Top-tadam! Oh. Normaal gesproken... Zou je er denk ik wel afvallen, maar... YOLO Drake, alles! En hoppatee! Oh! Oh my god, dat ging maar serieus net goed. Maar ja, Drake kan alles. Maar mensen, ik vind het nog steeds tof dat jullie deze serie kijken. Ik vind het zelf ook nog een toffe game, maar... Laatste tijd ben ik heel wat inactief geweest in verband met school, etc. Je kent het wel. Oh my god, so much luck. Oh, ik ben afgemeld. Nee! Nou weet niemand dat ik online ben. Ah, dat maakt me eigenlijk hier niks zoveel uit. Meen je deze? Moet ik me zo meteen YOLO naar beneden gaan? Oh man. Ik zeg te veel YOLO, YOLO. Als we dat nou eens eventjes niet gaan doen. Kijk, hey, nailed it. Oké, omhoog klimmen. En dan doen wij op twee. Waar ben je? Hey! Sullivan, meld je. Meld je. Nah, het lukt niet. Ik heb hier geen ontvangst. Nee, raar zeg. Oh, wat zit hier? Oeh. Hier gaan we. Oh, dit zijn inderdaad nazi-tijden. Hey, we hebben hier nog iets cools liggen of zo. MP40. Beste nazi weer alle tijden. Oh man, ik schrok me helemaal de tyfus. Wat is hier nou weer gebeurd? Ik wil het denk niet eens weten wat hier gebeurd is. Damn, lijkt op een van de nazi zombie lab. Wat ik zo eng vind, is dat iedereen hier of dood of kapot is. En een van... Sorry karretje. Oh, sorry karretje, oh. Hey. Oh, ik kan niet, ik heb... Wat? Ik doe maximale ammo. Kan niet eens meer, wat? Ik zit al aan de max, oké. Damn, legit. Lopen we maar gewoon verder, hè? Oh, shit. Oh! Ah, nee! Nee! Deze fucking wezens, please! Ah. Begint de fucking Dead Space te lijken, dit. Nu dan ook, dat bevalt me niet. Ah, jeez! Fuck jou, mormel. Ding, iets. Oké, hij leeft nog, maar het karretje heeft mijn leven gered. Damn, this game. What the fuck? Oké, dit loopt dood en dan... Waar de fuck moeten we heen? Dit loopt toch dood? Oh, huh? Hè? Als dit dood loopt, waar de fuck moeten we dan heen? Wat? Oeh, er ligt wel iets glimmends. Kijk! Ah! Een gouden aapbeeld. Kevin, we hebben je gevonden. Sowieso, dat moet Kevin voorstellen.
Nu geldt nog steeds de vraag. Hé, hey, wat? Damn, die dude ziet er niet gezond uit. Als wij hier niet heen kunnen. Hé, hey, wat? Oh, hé. Pew, 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 pew. Die is dood. Oh, wat? Zijn we gewoon hier niet heen geweest? Oh man, hey. Pam, 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 pam. Ammo. Oh. Reload, reload, reload. Wat? Wat? Dat monster is fucked up. Sterk, die kan je niet eens neerslaan. Oh nee, fucking tyfus. Bananen. Dan doen we het maar gewoon zo, hè. Lekker ouderwets op een afstandje. Nu weten ze dat rechts kansloos is. Dus we moeten wel links. Oké, YOLO. Ah! Oh, what the fuck! Too much YOLO! Oh man, ik dacht we gaan ze gewoon allemaal ontlopen. Maar ja, dat werkt dus ook niet. Conclusie. Ik moet niet random knoppen gaan drukken als ik niet weet waar ik zoek. En karretjes zijn damn OP. Even kijken. Hoe deed je ook alweer hurken? Niet? Oké. Okay. Hurk is denk ik OP. Nou, dan doen we het zomaar, hè. Dan doen we gewoon zo van... Oh jongens, als deze commentaar ietsje zachter is dan normaal. Dat is gewoon omdat ik maximaal gefocust zit. Hier is het beeldje weg. Maar ja, hier hebben we nou geen buttrepers meer. Oh, die dude is al dood, wat? Maar hij komt al wel tevoorschijn. Scheelt mij weer werk. Hé, hey, wat een win-win situatie. Nog steeds, hè, denk ik dat het gemuteerde naties zijn. Als je, maar mag ik dan niet snappen waarom ze in verschillende kleuren zijn? Lijkt het dan net op Furbies. Beschikbaar in verschillende kleuren. Dit loopt dood. Oké. Uh-huh. Tell me more, please. I'm interested. Dus dan moeten wij... Hier het gangtje... En... Oh, dat is Karel en Hans! Hallo? Hallo? Nobody here, hallo? I'm unsure, druk. Dit moet de generatorruimte zijn. Dit ziet er helemaal niet verdacht uit, joh. Waar ik zo van, wat kan er nou mogelijk maar fout gaan? Oh, I don't know. Misschien superveel monsters die ineens uit die pijpen komen. Fuck, moeten we dit ding aanzetten? Nou, rondjes draaien. Oh, dit is niet moeilijk, dit kan iedereen. Als we hier de stroom krijgen, zou het super tof zijn. Eindelijk. Studio. Ping. Ongevraagd gast, inderdaad.
Nee! Drake, please! Meen je dit? Oké, YOLO dan maar. Auw. Kun je door deze deur vluchten? Ja, dat kan. Sweet. Oké, Oh man, nog meer deuren. Yes. Maar even kijken. Kunnen ze hier op? Nee, die kunnen ze niet. Suckers! Is er een manier dat ik hier niet naar beneden hoef? Nee, die manier bestaat helaas niet. Alleen de manier van fucking pijn en kogels en heel veel lood. Man, je hebt echt een kutbaan als je in de Tweede Wereldoorlog deze mensen moest bijhouden. Gaan ze op een gegeven moment gewoon allemaal wel dood, of? Nee, nee, dude, nee! I'm 100% German! Yeah. Oh man. Dit is trouwens een van de redenen waarom ik ben gestopt met Dead Space. Zeg maar, half! Ik heb hem nog niet uitgespeeld, maar... Die random kutbeesten zijn zwaar. Zwaar. Slecht voor je gezondheid. Fuck you! Monsters die niet kunnen klimmen zijn zo stupid. Is dit de einddeur of is dit de deur van fuck you? Ik hoop de einddeur, maar ja. Spring! Spring voor boor, oké. Okay. Hele slechte grap. Oké, YOLO het. Oh nee, shit, too much, fuck, too much YOLO, goes to your brain, man. Wat dan moeten we heen? Oh, die deur is nog niet open, fuh. Welke deur zijn wel? Nog geen één? Was deze. Oké, Yes, oh yes, sweet. Die beesten kunnen niet klimmen. Eigenlijk wel echt stomme beesten dan. Echte Mjongols. Oké, daar gaat hij dan. Poplace. Iedereen komt weer het hoekje om. Oh, hebben we al 30 kills gemaakt met een MP40? Wat? 30 mormels vermoord, hey! Nieuw killstreak! En gewoon lekker op afstand blijven, jongens. Nee, afstand zei ik. God, dan duurde het niet dichterbij. Reload, Rick! Oh, oké. Ja. Oké, reload. Tja, 80 miljoen kogels liggen hier van de MP40. Dus wie geeft een schiet om die ene paar kogels? Hier, fuck jou. Oké, ja, zometeen geen YOLO-acties gaan doen. Dat gaat niet goed, heb ik ontdekt. YOLO mixed with monsters is insta nee. Oké, let's go! Camp like a motherfucker! Wat?
Ik wist wel, hè. Fuck jou. Fuck jou en jij ook. Tot ziens. Tot ziens, inderdaad. Reek, je zegt het hem. Tot ziens. Niemand? Oké. Okay. Oh shit, wel mensen. Deur dicht, deur dicht, deur dicht. Yes. Oké, okay, nou rennen. Het lijkt erop dat dit niet echt mijn dag is. Oh jezus, ze zijn vastgepakt door die dingen. Hé. Hey. Komen we daar net niet vandaan? Ja, vuur. Hoe kom ik hier nou weer uit? Nou, precies hoe we heen kwamen. Hier toch? Ik wist al dat deze ruimte nooit goed was. Als je nou gewoon eens die filmrol meenemen, hè? Mijn einde nadert. De duivels jagen op me in het duister. Op het goud van Eldorado rust een vreselijke vloek. De Spanjaarden hebben de hellepoort geopend en zijn demonen geworden. Mijn mannen zijn allemaal vermoord, dus de taak rust op mijn schouders. Geen schip zal dit eiland verlaten. Ik heb ze allemaal verwoest en de vervloekte stad verdronken. Iets zo kwaadaardigs mag deze kust nooit verlaten. In mijn laatste uur bied ik mijn ziel aan God aan. Mogen hij genade tonen voor deze goddeloze plek. Francis Drake. Mijn God. Is het serieus hè, dat ik eindelijk van die tiefsbeesten af zou zijn? Maar nee. Hoeveel van die beesten zijn hier wel niet van? Hebben die gewoon of zo eindeloos zitten masturberen? Zo van, ja, we zitten hier toch 80 miljoen jaar vast. Laten we maar... Even lekker flink losgaan. Oh, fuck jou dan. Dude, is dit mijn uitweg of zo? Nee, hier kwam ik vandaan. Vuur! Dus dit moet wel ergens mijn uitweg zijn. Oh, wacht. Hadden we deze deur niet dichtgedraaid met de reden? Waarom hadden we die ook alweer dichtgedraaid? Volgens mij ook zoiets met monsters en zo, maar ja. Nu gaan we die weer openen om er weer langs te kunnen. Fuh. Ammo. Sweet! Oh shit. Kun je me horen daar binnen? Luid en duidelijk, klootzak. Oh, geen microfoon in jouw kant. Wat jammer. Nee, ga je vandoor voor de... Hey, Lena! Laat hem met rust, stelletje! Navarro,
Als een klein meisje al te veel voor je is, het zal niet weer gebeuren. Geloof me. Excuses voor de onderbreking. Ik wil alleen even bedanken dat je ons naar El Dorado hebt geleid. Tuurlijk. Oh, ik hoop dat je het goed vindt dat we mevrouw Fischer nog wat langer leren. Zodat jij en je partner niet de behoefte... ...de gevoelens de held uit te gaan hangen. Tot ziens, Nate. Het was gezellig. Ja, blijf lachen, eikel. Ik zie je snel weer. Pauze. Ik vind het wel een mooi eind voor dit deel, want we zijn al bijna weer 20 minuten verder. Nou mensen, bedankt voor het kijken van weer een deel van Uncharted, Drake's en problemen, midlife crisis, van alles en nog wat. En ik zie jullie de volgende aflevering wel weer. Tjus!